Dit is een mooie wedstrijd in de keukenkampioendivisie waar men zich op verheugt. Waar Venlo ook goed voor is uitgelopen, want het stadion is lekker gevuld op deze zonnige zondag. En als de scheidsrechter Mark Nachtegaal ook nog ziet dat bij de opkomst hij voor wordt gegaan door twee engelen, dan zit het helemaal wel goed, denk ik. Het is tijd om de spelers te verwelkomen op het veld hier in Stadion De Koen. Wordt er een prachtig spandoek ontrold door de Yellow Black Fanatics. De supporterscharen van VVV Venlo aan de oostzijde van de tribune die 10 jaar bestaan en dat met dit doek willen vieren. Mooi. Daar hebben ze vast wat tijd op gezeten. Gaat het ook winst opleveren, zo'n mooi doek en een goede sfeer hier in Venlo? Want VVV won op het 1 na hoogste niveau in Nederland nog nooit van Roda in 11 voorgaande duels. 7 keer gelijk, 4 keer winst voor Roda, 0 keer VVV. En dat komt Roda niet slecht uit, want die moeten echt vandaag voor de 3 punten gaan. Willen zij nog in de race blijven voor die play-offs? VVV wil graag op plek 3 terechtkomen. En dat kan als het vandaag voor de eerste keer dus zou weten te winnen in de keukenkampioen-divisie van Roda. Dat gaan ze met de volgende 11 namen doen. Geen Lathouwers, geen Sedlacek. Op de rechtsbackpositie zien we Mitchell van Rooyen. Huisman speelt voor de Tsjech op het middenveld. En dan zijn het dezelfde 11 namen die het moeten gaan doen als in de tweede helft tegen Almere. De tweede helft waarin de wedstrijd tegen de ploeg van Alex Pastoor definitief binnen werd gehaald. Dan Roda, spelend in het wit vandaag. Moritz Nicolas op goal met een 5-mans defensie, al is het eigenlijk 3. En met 2 wingbacks, Douglas en Takidine. Na 2 keer inval, vervolgens 2, 3, 4, 5 en tel door tot 9 duels op de bank. Nu voor de 2e keer op rij in de basis van der Heijden naast Postema voor win. Dat betekent 1 wijziging ten opzichte van de laatste wedstrijd die werd gewonnen van Jong AZ. Venema. Van Jans is goed. Daar is de kopbal al meteen. Maar die kopbal komt er toch niet door het toedoen van Nicolas. Zo heeft Roda de eerste paar minuten het meeste bal. Eigenlijk alleen maar de bal. Maar is het VVV dat voor het eerst dreigend is? Waissa. Rooi je voorbij. Voorzitter is ook prima. En het schot gaat dan van richting veranderd er nog bijna in ook. Komt VVV goed weg. Van der Heijden dichtbij. Waissa met de goede actie. Van Rooijen gezien. Voorzet teruggetrokken ook prima. Van der Heijden. Al via Vente zelfs. Vinden dan de voet van Brian Kochling. Joppe. Van der Heijden, meteen door. Waissa, is hij daar sneller bij? Ja, dat is hij. Waissa en de redding van der Gouw. De eerste serieuze. En hij vertrok precies op het juiste moment. Het jonge talent dat doorbreekt dit seizoen, Sami Waissa. Martijn Berde gaat de hoekschop namens VVV nemen. En die wordt binnengekopt, maar ook door Nicolas bij de paal nog weggehaald. Gevaarlijke bal, in eerste instantie niet goed genoeg gekopt. Maar vervolgens had je toch het gevoel dat hij er nog wel in had gekund. Het laatste setje werd niet gegeven. De Boer. Het woord slordig past toch eigenlijk ook wel bij deze wedstrijd tot nu toe aan beide kanten. Van der Heijden. Kort, dus kan Braken zelfs wegkoppen. Vossenbel. Niets aan de hand, geeft Nachtegaal aan. Van der Heijden, dus alsnog Roda. Van Rooyen, Reusler, even hachelijke momenten voor de goal van der Gouw, maar die heeft hem hier klem vast. Dus hoor je ook aan het geluid van het publiek hier in Stadion De Koel, een beetje de opluchting. Van der Heijden. Stevige sliding.
Jansen, Roda houdt het balbezit, schiet van afstand en daar heeft Van der Gouw nog alle moeite mee. Dat schotje toch van Ouaissa. Lambrix richting Ouaissa. Vente wil hem meteen hebben. Vente krijgt hem ook en Vente maakt hem af. In de passing ging werkelijk alles mis bij beide ploegen in de eerste helft. En nu zie je een drietal passes op rij met succes gegeven en ook met succes afgerond door Dylan Vente. Nu met 18 doelpunten nog verder verwijderd van de concurrentie in de topscorerslijst. Hansson, Larsen en Thies staan op 15. Vente dus nu op 18. En dan moet de ploeg van Kruis dus in de achtervolging na 3 zegens op rij. Venema, dat is slim geschoten. Dat is het verre hoekje opzoeken. En hoop op het allerbeste. Maar dat werd het niet. Dankzij Moritz Nicolas. Dat was een snel antwoord geweest, zeg. Komt natuurlijk alsnog vanuit deze hoekschop. Die wordt naast gekopt. Ketting. Ouaissa krijgt hem terug. En die bal komt aan bij Vente. Vente gaat schieten in de korte hoek tegen de paal. Verrassend dat hij de korte hoek opzoekt. Omdat hij perfect lag om binnen te krullen. Weer een goede bal van Ouaissa. Weer op Dylan Vente, maar nu geen doelpunt. Ketting. De Boer. Terug op Ketting. Die staat helemaal vrij. Helemaal vrij. En scoort dus. Rick Ketting. Het is eigenlijk de hele wedstrijd al zo dat Roda de verdediger van VVV vrijlaat. Maar ik denk niet dat Van der Graaf dit bedoelde. Mag helemaal opstomen tot aan de lijn van de 16 meter. En dan als er twee man van Roda instappen. Staat hij helemaal vrij bij de paas die gegeven kan worden. En hoeft hij alleen maar te schieten. En met dit doelpunt ook het vertrouwen gevend aan het publiek dat er nog veel meer in zit. Coughlin is weg. En Van der Heijden ook. Maar die heeft de bal. Van der Heijden. Van der Heijden. En voorleggen en binnen schieten. Maar Vente vergeet dat te doen. Alles doet hij goed, Arjen van der Heijden. De Boer krijgt die bal toch nog terug en dan is het een goede paas, Brake. Een greep van Joppe. Joppe en Brake, dat is ooit nog eens NEC. Een duo geweest. Berden. Ketting. Ging dan nog bijna op voor zijn tweede van deze middag. Alouz. Hoofd van Vossenbel. Slip gedaan door Braken, maar hij leek te schrikken van zijn eigen actie. Strooit met het paasje Klaassen. Dat is een goede bal, maar dan wordt er ook net voldoende gedaan door Lambrix om te voorkomen dat Berden kan schieten. Echt een geweldige paas. Robert Klaassen, je legt die bal even weg. Dan moet de aanname perfect zijn. Hij is wel goed hoor, maar Berden krijgt hem niet voor zijn voet om te kunnen uithalen. Klaassen legt hem neer. En daar de kopbal op de lat. De bovenkant ervan, Coughlin. Heel langzaam zeilde die bal richting die bovenhoek. Voel je het moment dat het publiek de adem inhoudt. Maar komt hij een paar centimeter tekort, Coughlin.
Alouche. In één keer. Was het zo de bedoeling? Dat is de vraag. Venema. Braken op zijn brakend. Zij heeft het vaker zo gedaan hoor in de keukenkampioendivisie. Scoren met een normaal. Hij is er dol op. Hij probeert het echt graag. En hier had hij ook alle recht om het te proberen. Lambrik zonder te kijken. En dan Latouwers die nog bijna mistast. Het is oplosbaar. Braken. Meegeven aan Kees de Boer. En die bal in één keer richting de goal. Maar Nicolas daarmee niet verrast. Heeft die bal voor, verlengd met het hoofd. Onbedoeld richting het eigen doel. Na 5 minuten blessuretijd zit het erop hier. Twee Limburgse teams die er in de eerste helft totaal geen spektakel van wisten te maken. In de tweede helft kwam dat spektakel meer en resulteerde dat ook in 2 goals. Vente en Ketting binnen 10 minuten tijd. En dus wordt er voor het eerst weer gelijk gespeeld sinds lange tijd door Roda JC. Is de winstreeks van 3 niet verlengd tot 4 door VVV. En hebben beide ploegen op de ranglijst er eigenlijk bijzonder weinig aan, dit puntje.